Wel eens? Laat ik. Dat oogje zo met dat lichtje. Yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Nou, wat ik het mooiste vind is dat bijvoorbeeld in een hotel of in een bijvoorbeeld in een restaurant of in een bedrijfshal of plaats genoeg. En vooral als je zo'n mooie stofkap hebt waar die in staat, dan is het toch echt een eyecatcher. Het middelste stuk wat hier is, dat eigenlijk heb ik geprobeerd te vertalen. Het krakeleereffect van de grond die openbarst, wat wij ook deze zomer zagen. En die heb ik uitgewerkt met materialen, met borduursteken en dergelijke. De onderkant en de bovenkant is eigenlijk, want daar komt die geur uit, hè, die dat is de kern van de aarde. Als je dat ook soms kunt inkijken in die kraters, dat is heel rood, heel warm, heel, heel heftig. Vandaar die goudgele kleur die erbij is. Sinds ik gepensioneerd ben, denk ik van, hey, het lijkt me toch wel leuk om wat ik weet, en dat is 50 jaar kunst schilderen, om dat ook nog eens over te brengen aan mensen die nou ja, ook als kunstschilder als hobby hebben. Dus hier bij die Twentse lijstenmakerij ben ik 2 dagdelen per week met een groepje, nou ja, geen les, maar meer coaching. En passant, tussendoor lossen wij ook de meeste wereldproblemen op met elkaar. Ik ben gefascineerd en ik bewonder de cobra-kunst. Dat kent u wel, hè? Van Corneille, Appel en dat soort typisch. En ik ben geïnspireerd ook door Jan te Wierik, de ooit Haaksbergenaar die geweldige schilderkunst maakte. Mijn werk bestaat eigenlijk uit, zonder vooropgezet plan. Ik gooi iets op een doek of op een paneel en daar ontstaat er iets. En veelal zijn het fabelachtige figuren met wat menselijke trekken. Dit is een maquette, een kunstwerk van de fontein die wij van plan zijn te plaatsen in de stad Almelo. Ik wil graag dat die 5 meter hoog wordt. En dat zal die ook worden. Het ontwerp is een overblijfsel van Amsterdam Light Festival, waar ik een gedeelte van dit kunstwerk wat achter mij staat heb geplaatst bij de Hermitage aan de Amstel. De planning is dat we het plaatsen bij de bushalte, die gaat binnenkort op de schop, tegenover het oude gerechtsgebouw. Daar komt hij dan te staan. Ik hou ervan om van alles een beetje te doen. Dan eens een tijdje dit en dan weer eens dat. En als je een hele week aan het schilderen bent, dan wordt het tijd dat je weer eens een stuk steen ter hand neemt. Nou, ik heb elektrische fiets bedacht. Ik heb het trouwens pas elektrisch gemaakt door middel van een boormachine. En nu heb je echt een elektrische fiets. Voor die tijd was het nog allemaal met de hand. Maar het werkte aardig. Ja, fantastisch. Ik probeer ook een keer iets te maken met een stukje humor. En dat lukt aardig, moet ik zeggen. Juist. Dus. Ik ben niet zo humoristisch van huis uit, maar in mijn kunstwerk probeer ik wel wat humor te maken. Dus. Wat voor materialen gebruik je daar allemaal bij? Dat kun je zo gek niet bedenken. Alles kan meedoen? Alles kan meedoen en ik maak overal iets van.